Iemand die ook verliefd is op de zee is de 13-jarige Luke, die ook op dit strand is. Hij snorkelt niet, maar net zoals Sandy doet hij aan freediving. En hij begon daarmee tijdens de lockdown. Yeah, because of the lockdown, obviously all the like main activities were closed, so mainly all we could do was go for walks in the forests and go swim in the ocean. I freedive with my grandpa and he's a very good freediver and comfortable in the water. Luke is een van de jongste freedivers van Zuid-Afrika en zijn opa een van de oudste. En vandaag heb ik geluk, ik mag met ze mee. Let's go! When I'm going down, it's such an amazing feeling. It's so peaceful beneath there, all the different movements of the waves, all your worries from up above leave you. I see so many things, lots of seals, octopus, fish, tons of kelp and shipwrecks that have been there for years and years. Ja, dat was echt fantastisch. Gigantisch grote kwal, zeesterren en zelfs een kleine haai. Ik moet nog wel een beetje oefenen met het inhouden van mijn adem, want dat is echt niet makkelijk. En ook Angel heeft de smaak te pakken. I'm just amazed that me, Angel, and the... I just couldn't believe it. Yeah, definitely go for another time, for a second time. You know, I really want to return back. Haar angst is vervangen door een gevoel van geluk en moed. En dat is precies wat de Zwarte Zeemermin wil.